Veilinghuis Bernard stelt tientallen zeldzame kuifjesrips tentoon die komende zondag geveild zullen worden. Voor het veilinghuis is het niet de eerste keer dat kuifjesrips onder de hamer gaan. Toch is deze verzameling net iets anders. Het is nu wel zo dat de collectie zich onderscheidt door de staat waar dat de albums zich in bevinden. De kwaliteit is heel erg hoog en het aanbod is gevarieerd. En dat maakt die collectie die we nu verkopen toch wel anders dan anders. Er is ook steeds meer interesse voor de Tintin-verhalen en daar heeft de verfilming van Het Geheim van de Eenhoorn door Spielberg ongetwijfeld iets mee te maken. Al zijn er volgens het Veilinghuis ook nog andere redenen. Het werk voor Van Hergé haalt tegenwoordig op internationale veilingen meer geld dan een schoon schilderij. Dus het lijkt alsof dat die stukken, die Tintins, als ze dan in goede staat zijn, een beleggingsobject aan het worden zijn. En dat is toch wel een nieuwe tendens, ja. Een topstuk in deze collectie is beslist Tintin en Amérique. In februari volgend jaar kondigt het Veilinghuis nog een bijzondere collectie aan met kuifje tijdschriften in uitzonderlijke staat.